Ik praat verder met Robrecht Botuinen van de CD&V, die ondertussen bij mij zit. Dag, meneer Botuinen. Het begin van het debat was een opsomming door de minister-president over al wat de huidige Vlaamse regering al gedaan heeft, onder meer uw partijgenoot Jochen Schaafvlieg ook gedaan heeft, welke engagementen de regering heeft genomen voor de toekomst in haar klimaat- en energieplan. Heeft ze goed werk geleverd volgens u? Wel, deze Vlaamse regering is net als de vorige erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen substantieel terug te dringen. We zitten nog altijd op het spoor. Om dat wordt ook getwist, hè? Goed, bon beter leefmiddelen, betwist die cijfers. Feiten en cijfers zijn nu eenmaal wat ze zijn. We halen allicht de doelstelling in 2020. Maar heeft ze goed werk geleverd, was de vraag. En in die zin heeft deze regering goed werk geleverd. Maar wat nog belangrijker misschien is, ze heeft ook de toekomst voorbereid. En daar verwees de minister-president naar. Er zijn al maatregelen op touw gezet om ook de doelstelling voor 2030 te halen. Want we zullen niet kunnen doen zoals we nu bezig zijn. We moeten meer doen, veel meer doen, om de doelstelling voor 2030 te halen. Ja, maar als de regering goed werk heeft geleverd, hebben de betogers op straat het dan bij het verkeerde eind? Want zij vinden dat er te weinig is gebeurd. Wel, ik denk dat de betogers gelijk hebben in die zin dat er veel meer moet gebeuren dan er vandaag al gebeurt. Er zijn stappen gezet, belangrijke stappen gezet. Denk aan de vergroening van de fiscaliteit van de auto's. En denk aan energierenovatieprogramma's en dergelijke meer. Goede stappen die zijn gezet, die resultaat hebben op het terrein. Maar te weinig, zeggen de betogers. Maar op lange termijn, als we willen naar een klimaatneutrale samenleving evolueren in 2050, is dat uiteraard onvoldoende en moet er meer gebeuren. Is er slecht gecommuniceerd de afgelopen jaren? Want er is goed werk geleverd, hoor ik u zeggen, maar de betogers stellen vast, er is te weinig gebeurd. Moest er dan beter gecommuniceerd worden? Well, ik denk inderdaad dat deze regering trots mag zijn op wat ze heeft bereikt en dat misschien ook iets harder mag zeggen. Nu, het verleden en wat er gepresteerd is goed. Het is belangrijker om naar de toekomst te kijken, om nieuwe plannen te maken en ook in zaken klimaat nieuwe stappen te gaan zetten. Ja. Hier is vandaag nogal gepleit voor decreten. Hè? Groen wil een decreet, de SPA willen de klimaatresolutie van het parlement omzetten in decreet. Ik heb u ook horen pleiten voor een decreet. Een paar maanden voor de verkiezingen, er is nog wel wat werk op de plank om al die decreten dan gestemd te krijgen. Ja, maar er blijft werk op de plank. Wat wil u bereiken met dat decreet? En dit parlement heeft de volheid van bevoegdheid tot het ontbonden wordt, dus we hebben nog een aantal maanden te gaan. Wat wij willen is een klimaatpact tegen eind dit jaar, dat klaar is, dat gedragen is, niet alleen door deze regering of door de Vlaamse regering, maar ook samen met de federale regering en de andere deelstaatregeringen en de ruime samenleving. We willen daaromtrent op korte termijn een debat organiseren met middenveld, maar met alle betrokken burgers eigenlijk die in deze een mening hebben. En op basis daarvan willen we doelstellingen formuleren en die ook decretaal vastleggen. Maar die doelstellingen die kennen we toch, want die staan in die resolutie die het parlement heeft gestemd. De doelstelling voor 2050 is duidelijk. Een klimaatneutrale samenleving, dat is ook wat de Europese Commissie in november nog heeft... Daar moeten we niet meer over debatteren. Daar moeten we niet over debatteren, maar over de weg ernaartoe en de tussentijdse doelstellingen en ook per sector, industrie, energie, de woningen, de mobiliteit, over die doelstellingen en de weg ernaartoe, daarover is maatschappelijk debat nodig, want een draagvlak is bijzonder belangrijk. We zagen dat nog deze zomer. Is het een idee om te vertrekken van de resolutie zoals de SPA voorstelt? Ja. De Open VLD, vandaag uw coalitiepartner, zegt u, goed, wij willen daarin meegaan. Wil u daarin meegaan? Wel, de resolutie die ik zelf samen met een aantal collega's geschreven heb en hier unaniem is gestemd, is inderdaad een goede basis voor het klimaatbeleid. Ook de Vlaamse regering nu heeft daar al een aantal zaken uit overgenomen in haar plannen. En er is meer nodig en meer mogelijk alleszins om die resolutie waar te maken. En dat is dus een goede basis voor toekomstig beleid. Ja, we hoorden even de voorzitter van het parlement tussenkomen. Ik wil nog even inpikken op wat u zei in het halfrond. U zei, we voelen de betogingen aan als steun toen uw partijgenoot minister Schaafvlieg iets gelijkaardigs zei. Is dat door de betogende scholieren toch wel wat gecorrigeerd? Het is helemaal geen steun, zeiden ze. Wel in tegendeel, we vragen om meer te doen. Is het steun of is het afkeuren? Ik denk dat bijna elke partij in dit halfrond, in dit parlement, vooruit wil met het klimaatbeleid. En richting die koolstofneutrale samenleving in 2050. En die gemeenschappelijke doelstelling heeft steun nodig. Want daar zijn heel wat concrete acties aan verbonden. We zagen daar deze zomer nog een mooi voorbeeld van.
toenmalig minister van Energie, Bart Tomlijn, die de stookolieketels wil gaan verbieden, kreeg meteen een storm van protest over zich heen. Omdat er blijkbaar te weinig draagvlak was en te weinig bewustwording. En vandaar dat de betogingen die nu elke week opnieuw uitgaan, steun zijn voor het te voeren beleid en voor de keuzes die moeten gemaakt worden, de moedige keuzes die moeten gemaakt worden. Zelfs al zijn het geen prettige keuzes soms voor de portemonnee van de mensen. Bedankt in elk geval voor deze toelichting. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.